En je ziet het dat onze volgende gast al gearriveerd is. Hij is de winnaar van de DJ contest van Road to Fame. En dit is Oer Joert. En we gaan even kaderen. Hij is van Turkse oorsprong. Is nog maar 8 maanden in België. Want hij leerde in Turkije een meisje kennen. Dus hij is voor de liefde naar hier gekomen. En hij was daar al beginnend DJ. Allee, beginnend eigenlijk. Hij was een ferme DJ. Talent, ja. Hij speelde in een heel bekende club. Halikarnas. Dat is de grootste danceclub van heel Europa. Ja. Dus daar komt hij dus van. Hij heeft alles achtergelaten voor de liefde. Hij is dan getrouwd met dat meisje. En sinds 8 maanden is hij hier en probeert hij het ook te maken als DJ. En dat is al een goed begin, want hij heeft de DJ contest gewonnen. Congratulations! Ja, thank you very much. Oké, dus zijn Engels is ook nog is niet zo heel goed, maar we gaan hem een beetje helpen. En you speak Dutch also, een beetje Nederlands. A little bit, yeah. Hoe is het? Good. And Matteo? Good, thank you. So you won the DJ contest. Are you happy? Yeah, of course. I am happy. It's a new beginning in Belgium. Yeah. First time in win DJ contest. Very happy. Yeah. And you are going to play this summer in the Knox. Yeah. You know the Knox? Yeah, I know. You like it? Yeah, of course. Okay. So what kind of music do you play? I play progressive house, tech house and electro house. Okay. Dat is allemaal niet echt mijn genre, maar het is wel echt iets voor in de club, hè? Echt voor in de Knox. Oké. Okay. And how long are you DJ? 15 years. 15 years. 15 jaar. And how old are you? 29. Dus hij speelt al van zijn 14 jaar DJ. That's good. Dat is zeker de moeite. Do you know Belgium DJs? Yeah, I know some DJs. Yeah. What do you have some names? Tufke. Reggie? I don't know. Oké, we hebben eindelijk eens iemand gevonden die Reggie niet kent. Nee, yes, indeed. Oké. Okay. And what do you expect from the to be resident DJ in the Knox? I think it's gonna be fun. Oh, yeah. Lots of fun. Lots of fun. It's a lot of work, yeah? All the nights and the... Yeah, I know. But you're used to it. Yeah, of course. Okay. Oh, okay. And your wife is coming too? Of course. Het wordt één groot feest dus deze zomer in de Knox. Dus Oer Joert, ik zeg het goed? Ja, Oer Joert. Moet ook eventjes bijvertellen. We're telling that you are technically very good. That's why they chose you. Yeah. Dus ze hebben gezegd, Peter Lutz heeft de DJ gekozen, heeft allemaal sets gehoord. En naar het schijnt was zijn set zo ongelooflijk straf, dat ze meteen wisten van oké, hij wordt het. En ja, voilà, kijk, hij is nu meteen al beroemd. Hè. So now you're famous in Belgium, hè? Ja. Oké, Oer Joert, heel veel succes. Good luck this summer. Thank you very much.